Wethouder Robert de Hark, vandaag is de start van de bouw van de tijdelijke schelft. Vorig jaar is natuurlijk de schelft afgebrand hierachter. Wat betekent dit moment voor de gemeente Noordwijk? Dit is een heel belangrijk moment voor de gemeente Noordwijk. En het bijzonder natuurlijk voor Noordwijkerhout, de verenigingen die gebruik maken van de schelft, maar ook de carnavalsvierders. Want een permanente oplossing voor de schelft is niet snel voorhanden. Maar als alles goed gaat, wordt deze tijdelijke schelft in ieder geval in de eerste week van januari opgeleverd. Eigenlijk worden de verenigingen die normaal gesproken gebruik maakten van de schelft hier opgevangen. Dus denk aan de badminton, aan de handbalvereniging, maar ook aan de Sjaan en de Harpe Davids en natuurlijk de carnaval. En u zegt het wordt in januari opgeleverd. Is het komende januari al? Ja, zeker. Komende januari. Omdat we graag carnaval in de tijdelijke schelft willen vieren. Zo zijn er gisteravond ook gesprek geweest over plannen voor een nieuw zwembad. Hoe staan die plannen ervoor op dit moment? Gisteravond hebben we inderdaad de raad geïnformeerd over de financiële haalbaarheid van een nieuw zwembad bij een permanente oplossing. Wat we bij de raad hebben aangegeven is dat we graag van de raad op 10 november, dus dat is volgende week, een beslissing daarover willen hebben. Zodat we die stap om de permanente schelft ook te realiseren echt kunnen maken. De kosten zijn best wel flink. Dat is altijd het geval. Hè? Dus we bouwen een nieuwe multifunctionele hal. En dan eventueel een zwembad erbij. En dan moet u denken aan een eenmalige investering van zo'n 10, 11 miljoen. Plus een exploitatielast jaarlijks van ongeveer 700.000 euro.